Hi! Een paar weken geleden heb ik een video gemaakt over de Netflix-serie Dark Tourist. En daarin, als je voor het geval dat je die niet hebt gezien, daarin gaat David Ferrier, een reporter, die gaat heel de wereld over. Waarin hij bijzondere, spannende, vooral enge locaties bezoekt. Waar de Dark Tourists, dus zeg maar de mensen die geïnteresseerd zijn in de wat engere toeristische attracties, waar zij heen gaan. En er zijn heel erg veel Dark Tourist-achtige attracties over de hele wereld die niet voor zijn gekomen in die serie. Dus ik dacht, misschien kan ik daar zelf een soort van serietje van maken naast mijn reguliere video's. Want dat leek me wel interessant, want er zijn echt heel erg veel locaties, zowel binnen Europa als buiten Europa, waar ja, dus nog niet over gesproken is. En het leek mij dus wel leuk om daar nu vandaag een video over te maken. Ja, zoals ik juist al zei, zijn er best wel veel plekken in Europa die echt heel erg dark tourist waardig zijn. En er zijn ook best wel veel plekken die gewoon vanuit Nederland heel goed bereikbaar zijn. Ook de plek waar ik het vandaag over ga hebben, afhankelijk van waar je in Nederland woont, is deze plek namelijk maar zo'n 5 tot 6 uur rijden. Ja, ik heb het natuurlijk over de catacombes van Parijs. En hoe bizar het ook is, onder de gehele stad van Parijs is een enorm wegennetwerk van gangetjes en ja, soort straatjes, ondergrondse straatjes waar je doorheen kan lopen. En dit wegennetwerk is zo'n 300 kilometer lang. En hiernaast is het ook een van de meest beroemde, bekende begraafplaatsen ter wereld. Er zijn namelijk zo'n 6 miljoen Parijzenaren in de catacombes van Parijs begraven. Ja, en in eerste instantie zijn de catacomben van Parijs niet zo spannend als je misschien wel zou denken. Aanvankelijk werden de tunnels onder Parijs namelijk gebruikt als kalksteengroeven. En de huizen die je dan ook in Parijs ziet, bovengronds uiteraard, die zijn ook voornamelijk gebouwd uit de stenen die van dit ondergrondse wegennetwerk komen. Wel werd het halen van de stenen om ze te gebruiken voor de bouw op een gegeven moment in 1774 stopgezet, omdat de straat Rue d'Enfer Rochereau, let wel, Ik heb wel examen gedaan in Frans, maar ik kan het voor geen meter. Ik kan echt geen woord Frans. Dus die straat die was op een gegeven moment ingezakt. Het was een zware instorting. En dat kwam dus door die kalksteengroeven. En dit is dan ook de reden dat Louis XVI in 1976 zoiets had van, nou, het is klaar met met de stenen halen uit de grond. We gaan dat niet meer doen. En toen zaten ze eigenlijk met een hele hoop loze ruimte. Dus je had een wegennetwerk onder Parijs, maar er werd eigenlijk niks mee gedaan. Tot het moment dat ineens de begraafplaatsen echt overvol bleken. En toen dachten ze dus op een gegeven moment, we moeten een plek hebben die enigszins goed toegankelijk is. Want alles moet wel door mensenhanden overgeplaatst worden. En toen dachten de Parijzenaren ineens, maar wacht eens. We hebben een heel groot ondergronds wegennetwerk waar geen gebruik van wordt gemaakt. Misschien kunnen we daar iets mee. En zo gezegd, zo gedaan, werden er in 1785 de verschillende botten en schedels en alles wat overbleef naar de catacombes verplaatst. En in de eerste instantie werd alles per begraafplaats op stapeltjes, losjes opgestapeld. En toen een stukje later hadden ze rond 1810 zoiets van, die botjes in die losse stapels, dat is niet zo handig. We moeten er iets anders mee. En toen hebben ze aan Ricard de Thierry gevraagd om zijn museologische en monumentale ideeën op de catacombes los te laten. En dat heeft er dan ook voor gezorgd dat de catacombes er vandaag de dag uitzien zoals ze eruit zien. Dus alles netjes opgestapeld per begraafplaats met een bijgaande steen erbij waarop staat van welke begraafplaats, wanneer dat de botten zijn overgeplaatst, dat soort dingen. En vandaag de dag kun je de 1,7 kilometer lange tunnels bezoeken. Legaal bezoeken moet ik daarbij zeggen, want de rest van het 300 kilometer lange netwerk is illegaal te bezoeken. Maar waar je bij de legale versie van de catacombes gewoon naar binnen mag lopen, kun je dat bij de illegale catacombes niet, want ze zijn illegaal, dus moeilijk om in te komen. En dat betekent dan ook dat je willekeurige putdeksels misschien wel op moet lichten, omdat je er zo in kan komen. Misschien moet je wel ergens bij een treinrails gaan kijken naar een gat in de grond om er zo te komen. Er zijn heel veel verschillende plekken in Parijs hoe je de illegale catacombes binnen kan komen. Maar als je daar meer over wil weten, moet je dat maar gewoon even googlen. Want er zijn meerdere verhalen over hele culturen en groeperingen van mensen die zichzelf catafiërs noemen.
iets in die trant. Dus mensen die heel erg fan zijn van de catacombes en ze slapen er zelfs. Ze lopen er rond, ze houden zelfs feestjes daar. Echt heel bijzonder. En dit zijn dan ook de mensen die er dus vaak komen en dus de catacombes echt op hun duimpje kennen. Voor zover dat het kan van een 300 kilometer wegen netwerk, maar goed. Voor deze keer gaan we nu even verder met het legale gedeelte van de catacombes. En de catacombes werden dan ook in 1809 geopend op afspraak. Je kon dus een afspraak maken en dan kon je onder begeleiding naar binnen. In het legale deel heb ik het nu over. Dan kon je naar binnen toe en dat deden ze niet vaak. Het was niet alsof je daar iedere dag de mogelijkheid had om naar binnen te gaan. Nee, ze hadden de catacombes in het begin maar een keer of 2-3 geopend per maand op afspraak dus. Maar goed, steeds meer mensen die kregen door dat dat dus een ding was en dat je daar dus naar binnen kon. Dus er werden steeds meer afspraken gemaakt. En dit is dus nog zo jaren doorgerold tot op het moment dat dat er eigenlijk heeft geresulteerd in het feit dat de catacombes nu eigenlijk altijd voor iedereen open zijn. Of ja, altijd dagelijks, weet je wel, toeristentijden, weet ik veel, 9 tot 5 of zo. En ja, vandaag de dag kun je er eigenlijk gewoon inlopen en een rondje lopen en kijken. Ja, mits je een ticket hebt natuurlijk. Maar goed, je hoeft niet meer op afspraak te gaan. Ja, en als je vandaag de dag een bezoekje gaat brengen aan de catacombes van Parijs, dan moet je eerst 131 treden naar beneden lopen. Alvorens je 1,7 kilometer netwerk mag betreden. Het is een afgesloten deel, zodat mensen niet gaan rondwaren in de illegale catacombes en verdwijnen. Of zeg maar kwijtraken, niet meer weten waar ze heen moeten. Want dat wil je natuurlijk absoluut niet. Ja, en als je dan dus daar beneden bent, na die 131 traptreden naar beneden, dan loop je nog een lange gang door en dan kom je in de kamer met de miljoenen botten. En alvorens dat je daar naar binnen loopt, staat er een soort bord boven de ingang en er staat op: Arrête, c'est ici l'Empire de la Mort. Ja, en dat betekent dus, pas op, als je hier doorheen gaat door deze deur, dan betreed je het Rijk der Doden. En zoals ik zojuist al zei, kom je dan dus inderdaad in die kamers met die honderden, duizenden, miljoenen botten en schedels. En het is echt bizar, lijkt me, om zoiets te zien. Persoonlijk kende ik de catacombes van Parijs eigenlijk pas van de film As Above, So Below. Het is een hele bijzondere film, een horrorfilm. Ja, ik raad hem ook zeker aan. Als je van horror houdt, let wel, het is natuurlijk gedramatiseerd. Er gebeuren heftige dingen, want het is een horrorfilm. Maar ik vond het dan coole film of zo. Ja. Oh ja, en voor de mensen die van de iets paranormalere kant van het leven houden, is het ook aan te raden om de aflevering van Ghost Adventures te kijken over de Parijse catacomben. Die is gewoon op YouTube te vinden overigens. Ja, ik zal wel even een linkje in de beschrijving zetten voor de mensen die dat interessant vinden. En dan wil ik je voor nu bedanken voor het kijken. Ik hoop dat ik je een beetje iets wijzer heb gemaakt over de straten van Parijs. En besef dan dus, als je lekker een dagje romantisch naar Parijs gaat met je vriend of met je geliefde of wie dan ook. Ja, besef dan dat je over de straat heen loopt en dat onder je een wegennetwerk is van weet ik hoeveel gangetjes en nissen en dat soort dingen. Nou ja, lekker idee wel. Ja, ik wil je voor nu dus bedanken voor het kijken. Doe even ergens subscriben. Ik weet niet waar ik die altijd neerzet. Zo lastig, want het is een spiegelbeeld. Maar goed, maakt niet uit. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doeg!